De Rotterdamse gemeenteraad wil dat burgemeester Abu Taleb een laatste poging doet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om de C2000 centmast aan de Essenburg-singel in Rotterdam te laten verplaatsen. Volgens de gemeente is de besluitvorming rond de locatie niet goed verlopen. Bijna 2 jaar geleden werd door de omwonenden actie gevoerd tegen de komst van de mast. Inwoners van Strijen hoeven niet te vrezen voor de kwaliteit van de veendijken. Het waterschap Hollandse Delta heeft bij een inspectie gisteren geen verzakkingen of scheuren geconstateerd. Vandaag een prima lentedag. De dag begint zonnig, maar in de loop van de dag ook stapelwolken, wat sluierbewolking, dus zeg maar zonnige periode. Temperaturen komen uit op ongeveer een graad of 18. Het blijft overal droog en dan bij een matige westen tot zuidwestenwind.